Welkom bij een nieuwe aflevering van Pendrecht Proeft. In de huiskamer Aardgasvrij Pendrecht koken we de lekkerste gerechten uit de wijk. Wel op inductie natuurlijk. Kook je mee? We zijn er weer en vandaag ga ik iets heel lekkers koken samen met Ninni. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel dat ik er mag zijn. Yes. Ja. Oké, dus we maken een Portugese salade vandaag. Vertel. Ja, we maken vandaag een Grão Bico maken we. En Grão Bico betekent letterlijk een kikkererwt. Een kikkererwt. Nou, ja. Ik ben heel benieuwd. We gaan lekker koken. Laten we beginnen. Voor de zomerse salade hebben we nodig kikkererwten, aardappels en tonijn. We maken daarnaast ook een heerlijke dressing, maar kijk voor alle ingrediënten eventjes op de website. Voor dit recept hebben we niet heel veel pannetjes nodig. We hebben er maar twee nodig voor de gekookte eieren en de gekookte aardappels. Het is een vrij makkelijk recept, toch? Ja, het is een lekkere zomersrecept is het. Ja. Je kunt het thuis heel snel in elkaar zetten en dan sta je ook niet lang in de keuken. Let's go! Oké. Ninni, waar komt dit gerecht eigenlijk vandaan? Ja, dit gerecht komt eigenlijk uit Portugal. Het is een Portugees gerecht is het. Ja. Zelf ben ik Kaapverdiaanse. Mijn ouders zijn Kaapverdiaanse immigranten die eind jaren 60, begin jaren 70 hier naartoe zijn gekomen. En ja, de Portugezen die hebben natuurlijk heel lang in Kaapverdië huis gehouden. Ja. En ja, vandaar dat er ook in de Kaapverdiaanse keuken dus heel veel invloed is van de Portugese keuken. En het is snel klaar. Het is snel klaar, inderdaad. En ik denk dat iedereen, en zeker voor ook mensen die vegetarisch zijn, hè, is het natuurlijk een ideaal gerecht. Nou, het klinkt super, super lekker. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja. Lekker fris, denk ik ook, met die citroen en rode wijnazijn. Aardappeltjes hebben we geschild. Ik zie jou ze al wat kleiner snijden. Dan zijn ze sneller gaar en dan kunnen we sneller aan tafel. Ja. Hoe groot snij je ze ongeveer? Ik doe ze nu even door het midden. Door het midden? Ja. En deze misschien wel door vier, denk ik. Ja, zeker. Ik heb de kleintjes toevallig. Ah. Bij. En dan kan het even gewassen worden. Ja. En de aardappelen liggen lekker onder water. Dus ga ik ze nu op de kookplaat zetten. Zo, zo. Een beetje zout. Wel erg scheutig. Ja, mag wel toch? Ja. En dan gaan we de aardappelen aan de kook zetten. Zo. Ja, die boost zand, dat is eigenlijk, je hebt hem van 1 tot 9, maar boost is, dan gaat hij echt super hard. Dus hij zou snel moeten koken. Oké, ik ben benieuwd. In de tussentijd zet ik ook mijn water op voor de gekookte eitjes. Ninni, wat kunnen we in de tussentijd doen terwijl we wachten? Nou, we kunnen dus de peterselie alvast gaan snijden. Ja. En de uitjes kunnen we alvast gaan verwerken. Oké, nou dan ga ik de uien snijden en doe jij de peterselie. Oké, dat is goed. Yes. De eieren in koud water erbij, hè? Ja. Nou, we hebben nu twee kleine rode uien, maar als je een grote ui hebt, dan gebruik je gewoon één grote ui. Ja. Dan zet ik hem nu even op de 6. Oké, nou, we gaan de kikkererwten er dus in doen. En de olijven. Het is wel belangrijk dat je de kikkererwten eerst goed laat uitlekken. Ja, het is belangrijk dat je wel even de tonijn losmaakt. Voordat je hem in de salade doet. Goed. Zo, tonijn die is goed uitgelekt en een beetje losgemaakt. Dus die kan er lekker bij. Ja. Nou, ik ga de dressing maken. Dat gaat thuis meestal op gevoel. Ik doe gewoon een laag olijfolie erin. Dit natuurlijk wat minder.
van de olijfolie, omdat ze geen overheersende smaak van de azijn hebben. Peper. Zout. Zo. Nou, op hoog van zegen. Ik ben benieuwd. Een beetje bengen. Ik zeg, proef hem maar. Nou. Ik ben benieuwd of die op de dressing van je moeder lijkt. Ja, hij is wel in de buurt. Ik denk voor mezelf nog een klein beetje zout. Beetje zout? Ja. Nou, mag hoor. Doe maar. We maken jouw recept. En uiteindelijk dan een beetje van je moeder. Ja. Zo. Peterselie erbij. En wanneer gaan we de uien erbij doen? Die kan er ook niet bij. Oh, nou, die kan er ook bij. We hebben inmiddels alles al bijna af. Hoeveel zijn de aardappels? Nou, ik ga even proberen. Hè? Ja, ik kan er doorheen. Ja. Dus ze zijn klaar. Dus we kunnen afronden. Ja. Hey, en thuis, kook je thuis ook met inductie? Ja, sinds kort. We zijn, in december zijn we hier in Penderecht komen wonen. Ja. En toen moesten we dus van het gas af en zijn we inductie gaan koken. Bevalt het? Ja, hartstikke goed. Ik zou eigenlijk niet meer anders willen. Niet meer terug willen, nee. En de eerste keer wel wennen, denk ik? Ja, de eerste keer was enorm wennen. Ik heb zelfs de allereerste keer hebben we echt een beetje een aangebrand. Maar dat hoort er allemaal bij. Ja, erbij. Precies. Ja. En nu wordt het steeds gemakkelijker. Ja, het wordt steeds makkelijker en de tijd die je ermee bespaart, ja, dat merk ik dus echt wel. Ja, dat precies. Het gewoon echt veel sneller gaat. Veel sneller, en, ja. We gaan de aardappels afgieten. Oké, gaan we doen. Dan ga ik hem hier uitzetten. Yes. Ja. Zo. Zo, en gaan de aardappels er warm doorheen? Ja, die gaan er warm doorheen. Lekker. Lekker. Ik ga de eieren pellen. Maak jij de salade af? Ja, ik ga de dressing er doorheen doen. Nou, dan ga ik de aardappelen erbij doen. Nou, je ziet dat je wel echt een grote kom nodig hebt. Zeker. Om het te mengen. Ik zie dat de aardappels er warm in gaan. Ja. Dus het wordt een lauwwarme salade. Ja, nou, dan gaan we het overhevelen. Naar een mooie schaal. Moet wel indruk maken natuurlijk, hè, als ja, precies. Je hiermee naar de buren gaat. Zo. Dan doen we de eieren erbij. Ja, die doen we even mooi bijzetten. Voilà. Ziet er echt super lekker uit. Laten we proeven. We gaan opscheppen en eten, toch? Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik ook. Wil jij hem opscheppen? Ja, aan jou de eer. Aan mij de eer. Nou, kijk. Zo. Eet smakelijk. Lekker. Jam. Ja? Super. Heel fris. Ik hou dus wel van rode ui. Je man niet, maar ik wel. Ja. Ik vind het lekker dat die aardappel warm is. Jam. Het is zo simpel en zo snel gemaakt. Nou, aan de slag zou ik zeggen. Zeker. Wil je dit gerecht nou ook maken? Kijk even op de website. Link hier onderin. En tot de volgende Penderecht Proef. Doei, tot ziens. Doei.